Vandaag hebben we veel bewolking boven ons land en dat hebben we allemaal te maken aan een actieve storing die vandaag ons land passeert. Uit die bewolking valt ook van tijd tot tijd wat regen of motregen, met name in de oostelijke helft van het land. In de loop van de dag wordt het vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen droog, alleen in het oosten en zuidoosten blijft het heel de dag regenachtig. Temperaturen zeer hoog voor de tijd van het jaar met 10 tot 12 graden. En daarmee komen we in de buurt uit van recordwaarde. Vanochtend waait er nog een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag neemt de wind wat in kracht af. Vanavond dan blijft het bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een nieuw gebied met regen ons land binnen. Die trekt ook vannacht over ons land. Afkoelen doet het nauwelijks en ook morgen is het nog lang bewolkt en nat. Temperatuur op veel plaatsen nog een graadje hoger dan vandaag, met op de warmste plaatsen zelfs 13 graden. De zuidwestenwind is stevig, bovenland vrij krachtig, langs de kust van tijd tot tijd krachtig. Vrijdag in de loop van de dag wordt het dan vanuit het westen wat vaker droog met ruimte voor de zon. Zaterdag hebben we zelfs een grotendeels droge dag, maar vanaf zondag neemt de kans op regen weer toe. Het blijft vrij zacht met temperaturen rond de graad of 8. Mijn naam is Wilfred Janssen en ik wens u nog een fijne woensdag.